Ik zit te denken, joh, die laten we allereerst gewoon een hek bouwen om deze stad. Je bedoelt daar. Wat? Ja, daar om die stad. Banjo Town. Daar. Probeer je mij er nu af te slaan? Ja, dat probeerde ik, alleen het lukte niet. Wat het is echt dramatisch faal. Dit. Wat? Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe week van Goeie Banjo, Slechte Banjo. Nou jongens, we lopen hier allereerst in mijn huis, dan is hiernaast zo Jordi's huis. Alleen, oh, in Jordi's huis staat de koe. Oh, wacht, die koe slaat ik direct op. Wat zijn we aan het doen met mijn huis? Ja, nee, je hebt de koe zo in je tuin, in je huis. Awesome. Ja, het punt is een beetje, jongens, dit is heel verdrietig. Sinds vrijdag, en het is een weekend geweest, zit Jordi een beetje in de put. En nu hij is heel erg depressief. Zelfs, ja, nou ja, kijk maar. Leuk woordgrapje, joh. Leuk woordgrapje. Sterf! Oh. Oké, okay, sorry. Dat helpt. Nou, hoi. Welkom bij een nieuwe week van Goeie Banjo, Slechte Banjo. Ik ben Bardo Ellens en dat is Jordi. Hoi. Hoi. Laten we eerst kijken. Hier, Jordi, je huis. Ik heb de koe in opgesloten voor je. Waarom moet dat nou weer? Serieus. Ik heb er zo lang aan gewerkt. Ik heb niet eens... Waar is mijn pickaxe? Dude, waar... Ben jij je pickaxe kwijt? Ik ben mijn pickaxe kwijt, maar ik heb wel een saddle. Ik heb alleen de verkeerde kleur planken bij me. En ik heb een music disc. We kunnen muziek luisteren, Bardo. Oh my god. Hardcore. Dit is wel echt... Kijk eens hoe terroriserend die... Ah, kut! Kut! Ah, die kutkoe. Oh, oké. Okay. Hi, koe. Ik noem maar... Bertha. Ja? Bertha? Bertha. Nou, zoek Bertha eens op. Hi, Bertha. Oh, dit is leuk. Oh, kijk hem nou. Oh. Je ziet me niet eens. Oh, daar ben je. Ik dacht je staat... Ah, daar, kut! Nu wordt het een trio. Wordt het een trio? Oh, oh Jordi toch. Ik voel me lichtelijk geïntimideerd, moet ik eerlijk melden. Een trio met twee mannen lijkt me eigenlijk best wel... Ja, laten we maar gewoon weggaan. Ja, precies. Pas even op dat Bertha niet mee kan, hè. Nu kan Bertha... Oh ja, maar ik heb geen pickaxe meer. Oké, okay, dat is goed. Ja, daarmee lossen we toch gaan wij op. Nog wat doen deze episode? Ja, laten we... ja, dan gaan we nog wat doen deze episode. Ik zit te denken, Jordi. Laten we allereerst gewoon een hek bouwen om deze stad. Je bedoelt daar. Wat? Ja, daar om die stad. Banjo Town. Probeer je mij er nu af te slaan? Ja, dat probeerde ik, alleen het lukte niet. Wat een faal. Het is echt dramatisch dit. Wat een faal, echt. Maar ik vind het eigenlijk best wel een goed idee voor een Bardo. Ja, laten we beginnen met een hek bouwen, oké. Okay. Wacht. Je vergeet iets belangrijks. Oké. Okay. Kom eens hier. Oh jee. Let op. Nee. Oké. Okay. Oh, wat leuk. Bloemen. Welkom terug bij MTV Cribs, wow! Wow, MTV Cribs! Oh man, ik ga beginnen aan het hek. Oké, daar hebben we hout voor nodig, Bardo. En ik heb dat niet. Oh, ik heb wel hout. Nee. Oh, ik heb een crafting table in mijn huis. Ik wist dat... Oh, godverdomme, ik plaats mijn blokken boven. Ja, het is echt... Dramatisch dit. Mag ik wat stokjes? Dan kan ik hout gaan verzamelen en zo. Ja, hier. Ik heb 34 stokjes en dat is alles wat ik heb. Oh man, bloemen in mijn huis. Ik voel me helemaal thuis met bloemen in mijn huis. Ah, ik had al stikje. Oh nee, toch niet. Oké, ik heb maar 2 nodig. De rest mag jij hebben, alsjeblieft. Maak er maar hekjes van. Ja, maar ik moet dan ook... Dan ga ik er vandoor en dan ga ik bomen hakken en dan ga ik doen alsof ik echt Minecraft speel. Man. Ik speel Minecraft. Hahaha. Leuk. Oké, okay, nee, dan ga ik wel op een afstandje staan, denk ik. Waar ben jij dan nu? Ja, maak die hekjes dan. Hey. Wat? Doe eens normaal, jong. Oh, dat heb je niet gezien. Jij hebt bomen aan het slaan. Nee, dat heb je helemaal niet gezien. Echt wel. Echt niet. Echt wel. Hallo, koe. Wat? Nee, er loopt hier een koe rond. Oh, ik dacht dat ik het tegen mijn moeder had. ik wou hier nog op reageren. Ik zat echt... Ja, wauw, moet ik hierop reageren? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is... Wauw. Oh, man. Okay. Oh, vleermuisje. Hallo, vleermuisje. Hey, godverdomme, Jordi. Je bent geen hout aan het verzamelen. Jordi, godverdomme. Vleermuis. Af! Ah, god! Tyfus ding. Hoe? Ah, ik... Ah, god! Waarom weet ik niet hoe Minecraft werkt? Wauw. Anders wist ik echt hoe dat... Ah, oh, dat was zo perfect. Heb je even een blikje, Jordi? Ja. Wacht even voor. Gerard, ik ben aan het opnemen! Ja. Maar ik ben ook aan het opnemen. Het is zo klaar, één blikje.
Je zit nu al twee keer in de video. Ik kan zo een shout-out doen, maar nu even niet. Nee. Hoi Jordi. Batman. Maar wat deed ik fout? Zeg even wat ik fout deed. Ik wil dat weten. Nou. Ja. Jordi, oh kijk, de zonsondergang. Dat betekent dat we ten onder gaan. Oh, wat romantisch. Oh, fijn. Oh, wacht. Oh, scheisse. Wat is er aan de hand? Niks aan de hand. Maak een prachtig shot van jou even met de zonsondergang. Oh, een paar koeien op de achtergrond. Alsjeblieft. Ja. Romantiek. Wat? Nee, niks aan de hand. Wat? Ik was nog iets vergeten. Bloemen? Mijn kaartjes vol van me. Oh, je camera is uitgevallen. Maakt niet uit. Het is Banjo. Goede Banjo, slechte Banjo. Hadden we aan kunnen zien komen inmiddels. Ah, kut! Dit is echt weer een kutactie. Dit is echt een kut aflevering zo. Ja, nee, dit is bagger. Ik weet niet wat we doen. Jij weet niet wat we doen. We lopen allemaal maar wat rond nu. Sterker nog, mijn facecam wordt nu heel rond. God! Het is verschrikkelijk. Het erge is, Bardo zei zo van, kom je opnemen? Toen zei ik, ja. En ik was zo van, maar ik ben wel net thuis. Dus na een weekendje weg. Dus ik ben wel aardig stoned. Jij bent stoned? Soort van. Jij zit hier je slaapdronken, laten we het daar houden. Ik zit hier gewoon met de knijterstone Jordi op te nemen, dus leuk. Ja, ik wel. Pas op! Je kan zeggen wat je wil, je bent wel toegevoegd. Ja, doe maar dan. Oeh, er zit... Aangevallen, dude. Oh ja, sorry man. Ja. Ik scherm de deur af. Helemaal een broek gepiest en zo. Nou, zeg zelf, we hebben wel twee huizen, we zitten een soort van... Ja, ah, kut. Zonder dak. Oh, ja, dat was mijn deur, mensen, die in één keer dichtknalden. En ik ben heel donker, dus ik zet een lamp op mijn bak. Oh ja, welke mongool heeft dit nou weer gedaan? Wie schermt er nou zijn deur af met fucking TNT-blokjes? Nou, deze mongool. Oké. Voor de mensen die mijn facecam nu zien, sorry, het is misschien een beetje overbelicht. Maar ja, anders was ik onderbelicht. Heb je weer zo'n cameralamp op je snoet uitgericht, jongen? Wil je dat ik hier een serieus antwoord op geef of een... hypothetisch. Wil ik dat je hier een serieus, onserieus antwoord op geeft? Jordi, waarom loop je helemaal daar? Je weet dat Jordi! Ik dacht dat ik hier veilig was, maar toen zag ik dat skelet lopen. En toen dacht ik, scheisse, dit is een groot probleem. Want we hebben namelijk geen spawnpoint hier zo. Dus als we doodgaan, moeten we helemaal teruglopen. Wat ik me zojuist besef. Dus we moeten eigenlijk even snel een bed maken. En jij wordt achteraan gezeten door tientallen beestjes. Ik ben veilig. Oké, ik kom het huis in, Bardo. Nee, er komt iemand omhoog. Er komt iemand omhoog, Bardo. Oké, code rood. Jammer van de opnames. Bardo, doe open. Nee, ik zit al... Dicht. Wat doe je? Wat doe je? What the fuck? Jordi. Oké. Oké. Nee! Nee! What the fuck? Jij bent zo ongelofelijk. Waarom? Waarom deed je dit nou? Ik kan me geen reden verzinnen waarom jij het nodig vond om niet je eigen gat te graven. Echt waar, Jordi. Waarom kwam je bij mij in het gat? Ik was zo fucking ver. Ik had het kunnen redden. Jammer van de hele opnames dat ik in een donker hol zat, maar... Your bed was missing. Heb jij enig idee welke kant we op moeten? Nee. Got to be kidding me. Oh, godverdomme. Echt? Ik heb totaal geen idee waar we naartoe moeten. Waarom doe je dit ook? Ik dacht, dan ben ik veilig. Maar dat klet, dat kwam met me mee. Maar we kregen vorige week ook al reacties van mensen dat het niet klopt dat jij de sukkel bent van de serie. Ik was helemaal niet de sukkel van de serie. Ah, Jordi. Vorige week, ik heb de opnames teruggekeken en ik zag dat jij de creeper had kunnen vermoorden en het niet deed. Klopt dat of niet? Ja, dat is echt een fucking brede beschrijving over 5 afleveringen. Ja. Laat ook maar. Ik loop te denken, welke creeper van de...